Een groot feest voor kleine mensen. Dat is WhatsApp en Heerlijk. Vandaag geen meester voor de klas, maar rapper Jesser op het podium. Wat wil je nog meer? En we maken hier natuurlijk ook heel veel lol, dus dat is het leukste. En dan gaan we tatoeëren. Ja, en we hebben alles op onze armen getekend. En dat is natuurlijk hier heel erg fantastisch, helemaal leuk. 1400 basisschoolleerlingen uit Zuid-Limburg nemen bezit van het park Bekkerveld in Heerlen. Alles is mogelijk. Heb je zin om te drummen? Dan kan dat. Ga je liever aan de slag met breien en haken? Dan kan dat ook. Voor mijn vriendinnetje. Wat ben je aan het maken voor haar dan? Een armband. Alleen lukt het niet. Peace and Love hoort bij ieder festival. Dus ook bij WhatsApp. Het is een kinderparadijs vandaag. Zelfs de politie is wat aan de kleine kant. Het lijkt wel of de organisatie van WhatsApp overal rekening mee heeft gehouden. Zo'n festival organiseren is natuurlijk niet gemakkelijk. Dus daar heb je dan weer wel grote mensen voor nodig. De kinderen zijn voor alles dankbaar. Dat vind ik ook mooi om te zien. En bij grote mensen is dat misschien soms wel een klein beetje anders. Maar dat is niet erg. Je moet ook niet alles overlaten aan kinderen natuurlijk. Maar dat snappen die zelf ook wel. Als wij echt de baas waren, zou het best wel fout gaan, denk ik. Oh ja? Ja, nou ja. Maar mij in ieder geval wel. Morgen en overmorgen, tijdens Park City Live, is dit weer grote mensenland. Maar vandaag hadden zij het even voor het zeggen.